Welkom naar David Plays Games, een leuke kanaal met een twist. Je kan van alles zien op mijn kanaal. Ik zou het leuk vinden als je naar mij kijkt. Wat op YouTube, Gina hier van David Plays Games vanuit de Bastion Hotel in Utrecht. Vanwege natuurlijk zaterdag 21 september. In ieder geval, dat is niet waar ik deze video voor ga maken. Zoals de titel al zegt, Nintendo met Pokémon Company versus Palworld, oftewel Poképair. Helaas is het dus wel zo. Ik heb natuurlijk wel een eerdere video gemaakt waarin ik had gezegd dat er geen aangifte werd gedaan of wat dan ook, zeg maar, tegen Poképair. Maar dit is dus blijkbaar wel nu het feit. Nintendo en de Pokémon Company klagen de maker van de game Palworld aan. Ze zeggen dat het spel inbreuk maakt op hun auteursrecht. Toen de eerste trailer in 2021 verscheen, kreeg Palworld al snel de bijnaam Pokémon met wapens. De game kwam begin dit jaar uit en had al snel miljoenen spelers. De baas van Poképair, de ontwikkelaar van Palworld, zei eerder dat het spel alle copyright checks door is gekomen. Maar Nintendo vindt dat de spellen te veel op elkaar lijken, nadat fans dat ook al hadden aangekaart. Did Palworld steal Pokémon designs from the Pokémon Company? Based on these direct comparisons of the models, it's hard to think otherwise. De Pokémon-maker eist nu dat Poképair hiermee stopt, plus een schadevergoeding. Zoals jullie konden zien in het filmpje van de NOS TikTok-account, om zo te zeggen, is het dus menes. Ik hoop alleen dat het bij een geldsom is en dat Palworld wel blijft bestaan natuurlijk. Ik zou zeggen, blijf kijken eventueel voor eventuele updates. Ik houd het in ieder geval in de gaten en dan vertel ik jullie het weer hier. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.